Dit is deel 2 van hoofdstuk 2. Achtergrond van het toneel. Dit was het nut van de Jodendom. Het kende een God voor de Christendom, voordat het Christendom bestond. Het kende een levensbeschouwing ouder dan die van de Grieken. Het schreef wetten en onderhield ze voor de Romeinen. Geschreven. Het had openbare scholen. 1700 jaar was West-Europa een openbare school begonnen. Was het wel onkruid? Dit was het nut van de Jodendom. De Jodendom waren kleine vrije boeren in het Rusland van de lijfeigenen. Ze waren nijver, handwerklieden in het noorden Europese steden waar het gewild wezen verstart was. Ze verbonden Europa met Afrika en voor Azië. Toen Europa terugzakte in de provincialisme, ze dreven handel van Rusland naar Nederland, van Zweden naar Spanje, van Constantinopel naar Frankrijk, van Duitsland naar Italië, in een Europa dat verscheurd werd door oorlogen. Ze hadden geleerd die de vrije wetenschap konden beoefenen in de eeuwen dat de wetenschap van de monniken was gekortwiekt. Waren ze wel onkruid? Onkruid is wat men niet wenst in de tuin. En onkruid wordt gewiet. Het Jodendom werd gewiet. Het werd gewiet in Rusland, waar eens de zaar om de luim van een dag de Joden de toegang verbod tot 600 steden. Rabbi Mendel van Libavitch ging naar Sint-Petersburg om te pleiten voor de Joden. Men achtte zijn beklag grotelijks overdreven, zoals immers Joden alles overdreven. Stond er niet in hun Talmud dat dwaze verhaal van de walvis die uit zee sprong en met een haal van zijn staart 60 steden in puin legde? En Rabbi Mendel glimlachte en zei: heeft niet de zaar zijn pen in de inkt gedoopt om de oekazen te tekenen die alle Joden verband uit 600 steden? En zullen de geschiedenisschrijvers laten niet schrijven in een druppel inkt, heeft hij de Joden van 600 steden verdronken. Dat wist ik niet. Maar ja, ik weet wel dat de Joden waren renden ook weg van Rusland. The Fiddler on the Roof, dat is een hele mooie film. Ja. Het Jodendom werd gewied in Rusland. Het werd gewied in Engeland, vanwaar alle Joden verdreven werden. De Menasa ben Israël, de rabbi van Amsterdam, Oliver Cromwell, overreden heen weer toe te laten. Het werd gewied in Polen, waar pogrom na pogrom woedde alle eeuwen door. Het werd gewied door de Turken. Het werd gewied in de Oekraïne, waar de Kozakken hetman boogden, Chilnik Joden liet slachten bij tienduizenden. Het werd gewied door de Inquisitie in Spanje. Het werd gewied in Frankrijk, waar in 1311 koning Philips alle Joden gebood
binnen 2 dagen zijn rijk te verlaten. Met niet meer dan zijn dat zij dragen konden. Het werd gewied in de Balkan en in de Donalanden. Of de Daunalanden, dat is Rusland. Het werd gewied door de kruisvaarders en de hunnen. Het werd gewied door de katholieken en de protestanten, gelijkelijk in hun godsdienst oorlogen. Het werd gewied in de tuin van Europa, alle eeuwen door en doch. Het groeide en bloeide, toch de grote verdediging. Jood zijn is onmogelijk, zegt de jonge, verbitterde, verloren Jood André Schwartz. Nu toch 20 eeuwen lang hebben de Joden dat onmogelijke gepoogd te zijn. Jood zijn bij de Grieken, Jood zijn bij de Rome, Jood zijn reizend van de Germaanse stam, van de Germaanse stam. Jood zijn meetrekkend met de slaven. Jood zijn in Europa, dat wordt gekersteund. De Joden zijn in de bloeiende tijd van de christendom. Jood zijn dwars door Turks en Moorse overheersing. Jood zijn ten tijde van de schisma van de christendom. Jood zijn dwars door alle nationaliteiten, nationalisme heen. Jood zijn tot in de moderne tijd die de onze werden. Er woonden Joden in Saloniki sinds 2000 jaar tot Hitler. Ze lieten halen om ze te verdedigen. Er woonden Joden in Boedapest van voor en er zich te magiëren vestigen. Tot Eichmann ze op hun dodenmars stond. Er woonden Joden in Praag rondom de synagoge die uit de 10e eeuw stamden, tot Tsjechoslowakije een protectoraat werd in Duitsland. Er woonden Joden in de ghetto's van Polen, maar ook in Stadstol, het Joodse dorpje waar Joden keuterboer en tuinder waren en handwerkmannen, tot zij bijeengedreven werden tussen de San van de Vistula en de eerste honderden werden verdronken. Ze woonden hier en daar in Duitse steden en dorpen, tot ze nog voor de oorlog over de grens getrapt werden naar Polen. Ze woonden in Berlijn en mochten zich nog vrijkopen met al hun bezit. Te wonen in Wenen en in Zwijten, Bezirk en toen Oostenrijk werd ingelijfd, was het plan voor de verdediging al opgesteld. Het Jodendom leefde in Europa in afzondering en verachting. Het leefde in de ghetto's, het leefde in vrees, maar het leefde. Ivan Serafimovitsj, de vrachtrijder, bracht Shamu, de onderwijzer van Borislav, naar Drohobits. En op de lange weg naderde van Drohobits de kar van Mikhail Stenovstich, die mooiste de kar naar Borislav bracht. Ivan en Mikhail Stefanovich hielden beide hun paarden in voor ze elkaar zouden passeren. Ik zie Mikhail Stepanovich, zei Ivan Stefanovich. Sorry dat ik het allemaal niet uit kan spreken. Schamper dat je die duitendief van een moois als koetsier dient. En wat zou dat? Schreeuwde Mikhail Stefanovich. Hij is beter dan die kinderverkrachter van de schommel die op jouw wagen troont.
Ik waarschuw je, Makiel Stenovic, dat je niet mijn Jood hebt te beledigen. En ik waarschuw jou, Ivan Ostrovic, nog één woord en ik sla jou rot Jood op zijn smoel. Heb de moed eens, brulde Mikolov Stenovic. En Ivan Stenovic sprong zonder nog iets te zeggen van zijn wagen, klom op de kar van Mikhail Stenovic en gaf Moist de Koster een vuistslag. Toen Mikhail Stenovic zag dat het gezicht van zijn vrachtje tot bloedens toe was geslagen, sprong hij op zijn beurt over op de wagen van Ivan Stenovic en sloeg Smoel, de onderwijzer tot bloeden hem over het gelaat stroomde. Blijf met je poten van mijn Smoel, tierde Ivan, of ik bega een ongeluk aan jou, Moes. Verdomme zal ik je zijn, gilde Mikhail Stenovic, als ik dan jouw Smoel niet kapot trap, bij God en de zaar, zwoer Ivan Stenovic. Als jij mijn smoekela niet loslaat, wurdig ik jou Moes. Als jij mijn Moes vermoord, maak ik brei van jouw Smoel. Schuimbekte Mikhail Stenovic. En omdat Mikhail Stenovic en Ivan Sterofimos, de vrachtwagenrijders, elkaar haten, sloegen ze Smoel en onderwijzer en Smoes de Koster bewusteloos en reed door. Oké, nou, dat is een heel verhaal. Ik weet niet wat voor verband dat heeft, maar we zullen dat wel weer uitvinden verderop. Het Jodendom groeide en bloeide dwars door verdrukking. Het leverde zijn deel in sociale vooruitgang en economische ontwikkeling. Het bracht Karel Max voort en Ferdinand de La Salier en de arme handwerklieden die de socialisten waren van het eerste uur. Het bracht een grote bankiers voort als Rothschild, industriëlen als Oppenheim en diezelfde handwerklieden die nooit iemand in van luiheid heeft kunnen betichten. Het bracht geleerden voort als Freud en Bergson, Niels Bohr en Einstein, schrijvers als Kafka en Stefan Zweig, Wervel en Jacob Wasserman, Max Brod en Leon Frutschwagner, schilders als Lieberman, Tschakal en Domigliani en toonlist als Max Reinhardt en zanger als Richard Tauber, muziekie als Huberman, Rubinstein, Chrysler. Het leverde de wereld van onze dagen 34 nobele prijswinnaars, waarvan er 12 verdreven werden door de nazi's. Dat was toen de verdeliging begonnen. In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. In 1933 bracht mevrouw G. Wijsmuller, Truus, de eerste Joodse kinderen over de grens. Joodse kinderen die niet meer veilig waren in Europa. Joodse kinderen van toen, niet de gezonde, veilige kinderen die nu opgroeien in de crèches in Israël. Misschien hebben we het toch te ingewikkeld gemaakt, want lapt mevrouw Wijsmuller niet heel de historie aan haar laars, als ze met smak ophaalt wat haar vader toen zei, nog een jong meisje was. Eens zei toen iemand in zijn huis op Joden schimpte: jij mag wel van geluk spreken dat je niet bij toeval de keutel was die uit de ezel zijn kont viel op het jachtpad. En lapte mevrouw Wijsmuller niet alle
onderscheid aan haar laars toen ze tegen Eichmann in Wenen zei: Wij hadden toen ik een kind was in 1918 en later Oostenrijkse kindertjes in huis en later Duitse. En als u zo aankijkt, had u er één van kunnen zijn. We zullen beter beginnen. Mevrouw Wijsmuller was de vrouw met de paraplu. Ze heeft kinderen gered. En dit is het volgende hoofdstuk. Maar dat komt de volgende keer. Hier heb ik ik weet niet in wat voor krant, want iemand heeft het me toegestuurd of het zat in het boek. Het is in verschillende talen. Oké. Maar het is in Engels. Dat zal ze wel naar mijn moeder gestuurd hebben. Nou, dat was hoofdstuk 2. De volgende keer gaan we naar hoofdstuk 3. Ik hoop dat je het leuk vindt. Hou je taai.